Er bereiken de fractie van Arnhem Centraal steeds meer signalen dat er wrijvingen zijn tussen marktkooplieden, de organiserende stichting Arnhemse Markten en nabijgelegen horeca. Zo zouden er problemen zijn over de verdeling van de standplaatsen op de markt in het centrum. René Kraaienbrink, raadslid van Arnhem Centraal, legt uit wat voor problemen er bestaan rond de huidige organisatie van de markt. Nou, er zijn ons allerlei signalen binnengekomen van bewonersgroepen, van de markt zelf, marktkooplui. Dat er niet allemaal alle partijen bij elkaar matchen op dit moment. We zijn nu bijna een jaar verder dat de stichting is opgericht, de markt. We moeten er wel even vaart achter zetten nu, dat alle partijen wel met de neuzen één kant op komen te staan. Wat voor signalen kreeg u? Nou, dat de bewoners tegen zijn en dat de marktkooplieden niet op één lijn zitten. En allerlei kleine futiliteitjes die eromheen spelen. Er zijn natuurlijk onderlinge problemen. Iedereen wil natuurlijk zijn beste plekje krijgen. Dat snap ik ook. Daar willen we ons eigen niet mee bemoeien. En daar gaan we ons eigen niet mee bemoeien. Daar moeten ze zelf uitkomen. Daarvoor willen wij nu een ronde tafelgesprek aangaan. Om die partijen bij elkaar te laten zitten. Om tot een compromis te komen. En hun moeten toch zelf kijken waar die kramen neergezet worden in de toekomst. Klopt het dat er nu marktlieden vertrekken omdat ze het niet leuk meer vinden in Arnhem? Er zijn marktkooplieden vertrokken, maar dat heeft al hele andere redenen. Ik denk ook dat het heel moeilijk is op dit moment op de markt geld te verdienen. Waarom kunnen marktkooplieden nu geen droog brood verdienen? Op dit moment, omdat ook de markt niet meer rechtstreeks aansluit op het binnencentrum. Het verkeersbeleid eromheen is heel streng. Want ik heb laatst nog heel geconstateerd dat er zaterdagmorgen om 9:10 al gehandhaafd werd. En bekeuringen uitgedeeld worden aan mensen die even snel door de markt gingen. Dus iedereen, mensen weerhouden ervan om naar de markt toe te gaan. Omdat het niet meer aantrekkelijk is. Het huidige marktplein werkt niet volgens u. Wat is volgens u de oplossing? De beste oplossing en de mooiste oplossing is dat het weer aan de zuidelijke kant van de stad komt. Dus vanaf de Weverstraat, helemaal langs de Beek, langs het Focus Theater, helemaal terug naar de Broerstraat. En een klein gedeelte naast het stadhuis. En dan heb je een ideale markt die aansluit op het zuidelijke gedeelte van het centrum. Het is altijd goed gegaan, dus er zal nou ook al goed komen. Ik bedoel, als de markt dicht bij de horecagelegenheden komt, dan gaan ook de mensen zijn eerder geneigd om daar iets een kopje koffie te drinken of een ijsje te nemen. Hier zijn we altijd een beetje terughoudend van, oh, pas op, we gaan vallen. Nee, we gaan niet vallen. Je moet ook iets proberen.